top of bottom? Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Ja, nou, het snelste antwoord is de top is degene die... Dit is het snelste antwoord. Ja, bottom, en de bottom, ja. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zit je haar goed? Ja, heel goed. Zit mijn haar goed? Hey, dit is de derde editie van Gay Talk. Mijn YouTube adviesrubriek. Speciaal voor LHBTQ+ gerelateerde zaken. Leuk dat je kijkt, ook als je hetero bent. Ik ga natuurlijk niet de vraag alleen beantwoorden, want wat weet ik nou? Dus naast mij zit Manoy Kamps. Het grappige is, we kennen elkaar eigenlijk niet echt. Nog maar net. Ja, nog maar net. Vandaag een soort grinder data. Ja, wat ik over je weet is dat je 30 bent. Klopt. Je bent dirigent, super vet. Je bent speciaal voor de Gay Talk uit Londen overgevlogen. Ja. Want daar woon je. Ja. En je bent geboren in Sri Lanka. Ja. En ook een tijdje geleden. Ja, opgegroeid tot ik 14 was. Ik heb zelf natuurlijk heel lang muziek gemaakt, maar meer in de popmuziek scene. Ja. En het viel me daar altijd op dat dat toch wel een best wel een macho hetero wereld is. Ja. Hoe zit dat in de orkest community? Als je kijkt naar opera, dan is dat wel wat meer fluïde. Maar de orkestwereld, als je, heel zwart-wit, is misschien wel nog te veel een echte mannencultuur. Een vraag die eigenlijk onbeschoft is om te stellen, maar voor vandaag handig om te weten. Ben je homo? Ben je iets ertussenin? Ja, dat is een goede vraag. Hoe zie je jezelf? Ik heb mezelf jarenlang homo genoemd en nu ben ik soort van meer aan het denken van er is toch meer bi-achtig, queer is, valt het allemaal samen. Ja, dus ja, die Q vind jij belangrijk. Ja, toch? Die Q is voor mij heel belangrijk. Ja, wat betekent queer voor jou? Als je voelt dat je niet in de soort van traditionele hokjes past, in mijn geval bijvoorbeeld niet helemaal 100% voelt dat je homo bent, dan is er dus dat hokje queer. En ja, daar hoort ook heel erg bij en daar sta ik wel weer achter. En daar, dat is ook sterk geworden nu ik zeg maar in Engeland woon. Daar is dat, beleefd dat ook heel erg, dat woord. Dat ze ook toch een soort activistische houding daarin hebben. En gewoon daar meer uitspreken. Heb je een vriend? Ik ben nu single. Dat is leuk om te weten, want we hebben dit keer voor het eerst een thema. Grindr dates of via een andere app. Een soort online daten eigenlijk. Ja. Ben jij een fervent grinderaar? Ik ben een heel fervent grinder. Heel fervent, ja. Kijk, dat is fijn. Je bent een expert. Ja, wat heet expert? Ik heb er gewoon al, ik gebruik het al jaren en er zijn periodes dat ik het veel meer gebruik en periodes dat ik het veel minder gebruik. Maar naast Grindr heb ik ook nog allerlei andere apps waar ik ook nog allemaal meningen over heb. Ja, wat heb je? Hornet? Ja, je hebt dingen als Hornet, Tinder, een keer Romeo, Tinder is natuurlijk heel populair. Ja. En die is ook bij niet-homo's natuurlijk heel populair. En dan heb je nog dingen als Scruff en noem ze maar op. Een goede vriend van mij die heeft een keer gezegd, ik zie Grindr als een soort thuisbezorgd. En je klikt aan wie wil hebben en die komt dan naar je huis. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb dus nog nooit in mijn leven een Grindr date gehad. Oké, nou eens met de eerste keer. Ik ben ook niet zo heel goed in one night stands. Sowieso vind ik het best wel lastig om mezelf letterlijk bloot te geven aan iemand die ik niet ken. En ik heb ook de neiging om heel erg verliefd te worden, meteen. Oké. Dat maakt het wel lastiger. Ja, toch? Ja. Vind je het niet lastig om met iemand die je niet kent af te spreken en meteen het bed in te duiken? Nou ja, het is, ik vind het altijd toch wel even een beetje spannend. Dat is natuurlijk een van de thema's waar we het over gaan hebben. Zeg maar. Je kunt heel veel dingen doen waardoor je van tevoren heel veel dingen er al over weet. Het klinkt misschien heel gek om te zeggen, maar op een bepaalde manier zie ik zelf seks niet per se als iets heel anders dan met iemand naar de bioscoop gaan. Of... Ja, we hebben heel erg veel vragen gekregen. We kunnen ze echt niet allemaal beantwoorden, helaas. Laten we er gewoon in gaan duiken. Ik heb al een aantal keer gedate, maar vaak wilde de ander vooral seks en verder niets. Terwijl ik meer op zoek ben naar liefde. Het enige zinnige, denk ik, dat ik ook kan zeggen, is dat het misschien slim is om voordat je een date met iemand begint, om het dan soort duidelijk te maken waar je naar op zoek bent. Ja. Dat wel helpt, in ieder geval, want teleurstelling voorkomt. Ja, want ik denk heel goed, want volgens mij, er is een soort idee dat Grindr alleen voor seks is en Tinder alleen voor relaties. Dat is een beetje de stereotype scheiding tussen bijvoorbeeld die twee. Maar je kunt prima op Tinder zitten om sekspartners te vinden en je kunt prima op Grindr zitten om vriendschappen te sluiten. Ik raad je aan om dat gewoon in je profiel al te zetten. Mm. Dus zelfs dat voordat iemand ook nog maar met je heeft gepraat, dat er in ieder geval al iets basaals duidelijk is. Ja. Want je kunt niet iets vinden wat je zoekt als je zelf niet
aangeeft wat je zoekt. Het is echt niet zo dat jij de enige bent. Dat is gewoon niet zo. Nee, ja. Dus hou absoluut moed. Maar het begint ermee dat je gewoon dat aangeeft. Maar ik heb genoeg dates gehad die, waarvan het al duidelijk was dat het niet een one-night stand zou zijn, maar dat we elkaar wilden leren kennen. Ja. Maar dan begin je dan ook misschien eerder met, niet meteen met seks, maar met een kopje koffie of naar de film of zo. Ja, tuurlijk. Ja. Of je merkt dat je gemeenschappelijke interesses hebt en je kunt dan inderdaad iets gaan doen wat je allebei leuk vindt. Of inderdaad gewoon, ik bedoel, het makkelijkste is om inderdaad gewoon een kopje thee of koffie ergens te gaan drinken. Omdat je, als het niet bevalt, ben je na 20 minuten weer weg. En als het wel bevalt, kun je altijd er nog één en dan nog, weet je wel. Ja. Hoi Bram en Manoy, ik weet dat ik niet zo knap ben en heb dan ook niet zoveel, lees geen, succes op Grindr en dergelijke. Hebben jullie goede tips waarmee ik toch een leuke jongen kan scoren? En dan bedoel ik niet de standaard tips als ga sporten en zo. Bedankt. Ja. Ik ben niet zo knap, wat naar als je dat van jezelf zegt. Ja, daar word ik ook wel een beetje verdrietig van. Ja. Ik snap wat je bedoelt, dat je het gevoel hebt dat je niet aan een bepaald schoonheidsideaal voldoet. Wat tegelijkertijd een van de grote keerzijden is van het feit dat die apps zo veel gebruikt worden, is dat er een soort ideaal is van hoe mensen eruit zouden moeten zien en wie heeft de beste profielfoto en wie staat het meest fotogeniek op. Ja. Realiseer je ook dat heel veel van die profielfoto's gefotoshopt zijn. Heb je zo'n app waarmee je spier, zelfs een buikspier op je... Grindr is niet het begin en het einde volgens mij van hoe dit werkt, zeg maar. Want er zijn genoeg mensen die niet standaard knap zijn, die toch heel veel relaties hebben en heel veel one-night stands. En volgens mij heeft het veel meer te maken met zelfvertrouwen. En ook weten dat je ook gewoon mensen kan ontmoeten door je interesses te volgen. Dus als je heel erg van koken houdt, ga bij een kookclub. Op plekken waar het iets minder begint met uiterlijk. Precies, want dat is wel zo natuurlijk. Op die apps is het wel, het eerste wat je ziet is een foto. Ja. En daar word je, of als het Tinder is, word je links of rechts geswiped. En op Grindr word je of genegeerd of geblokt. En als je iemand leert kennen en het klikt, dan ga je iemand vanzelf aantrekkelijker vinden, volgens mij. Ik heb bijvoorbeeld zelf gemerkt dat ik op sommige plekken in Europa, waar ik veel reis voor mijn werk ook, veel meer respons krijg op apps als Grindr dan op andere. Dat is echt soms heel opmerkelijk. Dus inmiddels weet ik dat ik bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk veel makkelijker mensen kan ontmoeten dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Gewoon verhuizen, dat zijn de tips. Hoe vertel je een jongen dat je het zo hebt opgelopen door hem? Nou ja, ten eerste heel goed dat je het vertelt. Ja. Altijd vertellen, want daarmee voorkom je mogelijk verdere besmettingen. En ja, die jongen moet dat gewoon weten. Het kan natuurlijk heel gênant zijn. Ik denk dat het eigenlijk altijd wel een beetje gênant is. Ja, het wordt nooit een heel leuk gesprek. Er zijn meerdere manieren. Als je via de GGD erachter bent gekomen dat je zelf dus geïnfecteerd bent geraakt, dan kun je volgens mij bij de meeste GGD's ook de mogelijkheid kiezen om anoniem mensen op de hoogte te stellen. Zoals je het ook weer. Je hebt inderdaad zo'n stuk op de website dat je anoniem nummers kan invullen. Partner informeren. Ja. Moet je dus wel iemands nummer hebben. Ja, dus dat kan een probleem zijn, want komt dus heel vaak voor dat je dus met iemand hebt afgesproken via een app als Grindr en dus niet verder nog WhatsApp of whatever hebt uitgewisseld. En dan kun je, stel dat je echt verder geen enkele contactgegevens hebt, dan kun je in ieder geval misschien nog zoeken of je zijn profiel nog kan vinden. Ja. En daar in ieder geval zeggen van, even to the point, maar ik heb dit en ik denk dat ik van jou heb gehad. Ik raad je aan om getest te worden. Ja. Natuurlijk is het gênant. Natuurlijk is het gênant, maar het is eigenlijk is het belangrijk dat je weet dat het er ook gewoon bij hoort. Ja. Dat kan gebeuren, want zelfs al gebruik je condoom, dan kun je toch bijvoorbeeld door pijpen of door zelfs contact met alleen maar je handen kun je gewoon dingen oplopen. En dat hoort er nou eenmaal. Ja. Als je gaat skiën, dan kun je ook je been breken. De volgende vraag is van een jongen van 17. Ik praat al bijna een jaar met een jongen en we hebben het heel leuk samen. Hij vindt afspreken alleen heel eng. En we hebben elkaar dan ook maar één keer gezien op een festival. Ik ben ondertussen verliefd en wil hem niet kwijt. Hoe pak ik dit het beste aan? Oei. Dat is een lastige vraag. Ja. Een jaar met iemand praten is wel lang. Maar ik zie dus, jullie praten al een jaar, maar je hebt elkaar eigenlijk nog maar één keer gezien. Je relatie of jullie verhouding, vriendschap, is dus op dit moment vooral een digitale eigenlijk. Jij bent natuurlijk ook gewoon op een punt dat je jongens zou willen ontmoeten met wie je iets wat niet alleen maar digitaal is zou kunnen opbouwen. Dus hoe leuk hij ook is, er is nu een reden waarom het tussen jullie niet werkt.
Namelijk, hij wil niet afspreken. En daar heeft hij ongetwijfeld goede redenen voor. En jij moet hem ook absoluut niet echt onder druk gaan zetten. Want dat werkt alleen maar averechts. Maar het enige wat jij kan doen is hem heel duidelijk maken dat je hem leuk vindt. En hem echt graag zou willen zien. En vragen of dat wederzijds is. En als hij zegt van ja, dat zit er gewoon niet in. Dan is hij jou ook in die zin geen uitleg verschuldigd. Maar dan moet jij eigenlijk toch loslaten, eieren eigenlijk voor je geld kiezen, ja, en hem gaan loslaten. En dat, ja, klinkt heel vreselijk. Dat hoort er ook bij. En je kunt alleen maar openstaan voor nieuwe mensen in je leven als je hem ook een soort plekje geeft en voelt van ja, als hij niet wil afspreken, dan kunnen jullie dus niet hebben wat jij wil. En dan moet jij verder. Misschien, ja, passen jullie wel heel goed bij elkaar. Maar niet op dit moment toch? Nee. Heb jij wel eens een relatie gehad met iemand die in de kast zat? Nee, ik heb wel eens afgesproken met mensen voor 1 of 2 keer, zeg maar, die nog zoekende waren. Bedoel je dat ze misschien ook een vrouw en kinderen hadden? Bijvoorbeeld, oh, ja. Of, maar dat, soms dan heb je het daar niet over. Nee, en voor de sfeer misschien, ja, beter. Precies, ja. Nee, als ik het weet, dan doe ik het niet zelf. Dat nee? Nee, als ik weet van je bent nu een vrouw en kinderen aan het bedriegen. Ja, ik vind dat heel vervelend voor die persoon die in die situatie zit. Maar ik kan dat zelf niet. Zeg maar. Een vraag van een vrouw. Hoi Bram, bestaat er ook iets als Grindr voor meisjes die andere meisjes zoeken? Ik kom namelijk niet verder dan Tinder en daar zijn de leuke meisjes inmiddels al op. Weet jij dat? Er is wel wat. We kunnen ook wel een hulplijn bellen. Een hulplijn, ja. Even kijken. Hey Bram. Zijn er ook Grindr-achtige apps voor vrouwen? Ja, Her. Oh, Her. Her. H-E-R. En, ja, is dat wat? Ja, volgens mij gaat het er veel minder goed aan toe als Grindr. Oh. Maar je kan het natuurlijk wel maken zoals je het zo wil. Wat me wel erg opvalt is dat er heel veel trans mensen op zitten. Oh ja? Oké. Okay. Omdat je elk soort ding kan aangeven. Dus bi, oh, ja, non-binary, bla bla bla. Okay. Bla bla. Nou, alsjeblieft. Oké, okay, doei. Ik heb in ieder geval 1 andere tip waar ik zelf ook ervaring mee heb. En dat is OkCupid. En dat is een heel ander concept dan Grindr wel. Want het is veel meer op basis van uitgebreide profielen en zo. Maar je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. En het leuke aan OkCupid is dat het ruimte laat voor alle mogelijke fluïde tussenvormen van ongeveer alles wat je maar kan bedenken. Jongen van 22. Jongeman van 22. Hoeveel wordt er eigenlijk gelogen op Grindr? En hoe handig is het om zelf meteen herkenbaar te zijn met je eigen naam of foto van je hoofd? Wat de herkenbaarheid betreft, je moet je natuurlijk wel veilig voelen. Dus als je bijvoorbeeld nog niet helemaal oud bent en of op een plek woont waar het jou in problemen kan brengen als je geaardheid of überhaupt je aanwezigheid op zo'n app. Als je geen foto hebt van je gezicht, dan is het, toch, is het daten ook niet meer zo leuk, toch? Dan... Nee, dus wat je heel vaak ziet is dat mensen in een profiel hebben staan ik praat alleen met gezichten of ja, Facepics only en zoiets. Ja. Dus als je zo'n profiel wil benaderen, dan moet je een foto van je gezicht sturen. Maar je kan natuurlijk ook met iemand een chat beginnen en meteen een foto van jezelf sturen. Ja, is dat een soort veilig Nee, dat is dan de acceptabele manier, omdat het, ja, niet in je profielfoto dat wil. Ja. En wat de vraag over je eigen naam betreft, je hoeft natuurlijk niet überhaupt een naam in te voeren. Nee. Nou ja, ik heet Manoy en dat is een vrij weinig voorkomende naam. Zeker als je dan bijvoorbeeld op mijn profiel ook ziet dat ik muzikus ben. Dus dan is met 1 Google search weet je alles over mij. Ja. Dus ik ben daar vrij terughoudend in. En over het liegen, heb jij je eigen echte leeftijd op je profiel staan? Ja, dat heb ik wel. Ik lieg daar niet over, hoewel ik het wel laatst even door mijn hoofd ging van wat zou het voor invloed hebben, want ik ben dus net 30 geworden en 30 is dus een beetje een soort harde lijn soms voor sommige mensen. Ja. En ik denk van ja, maar ik ben echt net 30 en ik voel me jonger en ouder tegelijk en wat is leeftijd, weet je wel? Volgens mij bedoel je dat niet. Volgens mij heb je het meer over dat mensen niet zijn wie ze lijken op de foto's, of dat ze er heel anders uitzien, of echt aanzienlijk een leeftijdsverschil is tussen wat je dacht. Als je ook maar een beetje niet vertrouwt, je moet sowieso heel erg doorvragen. Meer foto's altijd vragen dan alleen dat ene profielfotootje. En je kunt, als je denkt van die foto ziet er te mooi uit, of die komt me bekend voor, dan kun je ook wel met Google Image Search iets doen. En dat kan dat op je telefoon ook? Ja, als je naar google.nl gaat in je browser op je telefoon en je doet request desktop site, een desktop version, dan kun je naar het fotootje uploaden. Hey! Hallo. Lieg jij over je leeftijd op Grindr? Hallo.
Hoi. Manoi. Yes, hey. Ja, dus je kunt dan de foto die je niet vertrouwt, kun je dan screenshotten via je telefoon of gewoon via je computer, die even uploaden naar Google. En dan zegt Google, dit is porno sterretjes en zo. En dan weet je dat dat waarschijnlijk niet degene is met wie je aan het praten bent. Of het is echt die porno ster. Ja, en dan heb je gewoon gelijksdag. Ja, maar waarschijnlijk niet. Nee. Dus als je het niet vertrouwt, gewoon doorvragen. En als je het echt niet vertrouwt, gewoon niet doen. Een man van 18 zegt, ik wil gaan afspreken met iemand waarmee ik al een tijdje contact heb online. Ik wil niet tegen iemand vertellen dat ik ga afspreken, dus niemand weet dan waar ik ben. Hoe kan ik toch zorgen dat het voor mij veilig is? Ik wil het niet tegen iemand vertellen dat ik ga afspreken. Je hoeft natuurlijk niet te vertellen precies wat je gaat doen. Ja. Maar je kan toch wel tegen iemand zeggen, ik ben daar en daar zo en zo laat. En waarom wil je het niet tegen iemand vertellen? Dat is het verhaal, want als je nog helemaal niet uit de kast bent, dan zou je zelfs nog deels kunnen liegen en zeggen dat je gewoon een date hebt met een, als je een man bent met een meisje. Kun je in ieder geval een beetje liegen voor eigen bestwil, zeg maar. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk andere opties, bijvoorbeeld afspreken op een openbare plek, in een café, gewoon wat gaan drinken. Dan kun jij in ieder geval beoordelen, voor zover dat gaat, is dit oké? Okay? Is dit dezelfde persoon die ik heb afgesproken? Ja, en in het openbaar afspreken kan natuurlijk op veel manieren. Want je hoeft ook niet per se eerst een heel diner met zeven mannen doorstaan. Nee. Zeg maar. Je kunt ook gewoon voor koffie of zo afspreken. Ja. Of zelf zeggen van, goh, laten we in ieder geval in dat winkelcentrum op die plek afspreken. Ja. En als je dan voelt bij jezelf van, ja, ik wil nu echt alle kleren van je lijf trekken. En je merkt dat dat wederzijds is, zonder dat de buitenwereld dat aan jullie kan zien op dat moment. Ja. Dan kun je toch prima daarna naar een andere plek gaan. Maar boven alles staat toch wel echt dat je, als je echt voelt van, en ik voel me niet veilig om af te spreken met iemand op een openbare plek, en ik kan het ook tegen niemand zeggen dat ik ergens afspreek, dan zeg ik van, het beste is toch wacht tot je in ieder geval één van die twee wel kunt doen. Want het is het niet waard om je eigen veiligheid op het spel te zetten voor een date. En er komt een moment dat het makkelijker wordt. En dan moet je toch proberen even geduld te hebben nog. Vraag van een homoman van 21. Ik merk tegenwoordig steeds meer dat homo's, maar ook hetero's, aan open relaties doen. Ik ben hierbij zelf heel nieuwsgierig en vraag aan mensen wat hun redenen dan ook zijn. Hoe staan jullie hier zelf tegenover en heb je er misschien ervaring mee of van anderen gehoord? Ik heb er ervaring mee, hele goede ervaring. Nou, ik denk wel dat als je heel erg jaloers bent van aard, dat het wel lastig wordt. Het wordt vooral lastig als je niet die jaloezie wil in de ogen wil kijken. Ja, precies. Daar begint het wel. Maar dat merk ik vaak bij stellen van hetero's die het dan een heel... Meteen afkappen. Open, ja. Die zeggen, nee, dat zou ik nooit kunnen. Ik ben veel te jaloers. Denk ik, ja. Maar dat is een probleem van jou. Ja, dus moet je niet dan de ander daardoor in een soort dangbuis. Nee, ik ken veel, toch eigenlijk wel voornamelijk homo's stellen die een vorm van een open relatie hebben, inderdaad. Dus ja. Ik vind zou zelfs misschien bijna durven zeggen dat ik geen één homostel kennen wat niet dat 100% monogaam is. Oh ja? Ja. Maar dat geldt misschien voor hetero's ook, maar die doen het dan stiekem. Ja, en homo's doen het ook wel stiekem natuurlijk. Ja. Ik denk wel dat het bespreekbaarder is onder homo's. Ja, denk ik ook. En dat... Ik denk dat is een van de grote voordelen van niet hetero zijn, is dat er nog niet echt heel veel ongeschreven regels zijn voor hoe we het moeten doen, het leven. Dus ik voel die vrijheid ook heel erg om het dan maar zelf in te delen zoals ik het wil. En dus, ik denk als je heel goed gaat nadenken over monogamie, dat je dan eerder tot een soort conclusie komt van, dat kan niet. Het is een raar concept als je er... Ja, het zou eigenlijk een soort uitzondering moeten zijn dat je en monogaam bent en dat dan 60 jaar volhoudt. Ja, ongelooflijk. Als je hier meer over wil weten, dan is er in ieder geval één heel mooi online resource voor, wat ik eigenlijk altijd dan iedereen aanbeveel die hier vragen over heeft. En dat zetten we dan ook wel eventjes in de beschrijving. Goed. Maar die website heet morethan2.com, meer dan twee. En eigenlijk alle basisvragen over jaloezie en open relaties en andere vormen van relaties met meerdere mensen. En ook als je gewoon monogaam bent met één persoon, hoe je dan misschien beter over je gevoelens of beter kan communiceren. Dus een heel fijne site met heel veel resources, dus die moet je maar even kijken. Ja. Dit is de vraag van een hetero man van 28. Ik ben hetero, maar ben best wel benieuwd hoe het is om seks te hebben met een jongen. Dus dat noemen wij dan bi-curious. Wat raden jullie aan? Gewoon proberen en hoe dan?
Ja, ga ervoor. Ja, en hoe dan? Ja, luister naar de rest van de Gay Talks. Ja. En je hoort allerlei apps en dingen voorbij komen. En daar kun je dan gewoon heel open over zijn wat jij zoekt. En dat je dus inderdaad wat mannen met mannen betreft nul ervaring hebt. En dat graag een keer uit wil proberen. En ik kan je nu al vertellen dat dat een erg populair profiel gaat zijn. Dat denk ik ook. Ja. Hoe bereiden bottoms zich voor als ze spontaan seks willen hebben? Wacht, je mensen de seksuele voorkeur vergeten voor te lezen. Zit dus een man van 22, wiens seksuele voorkeur is, I quote, ik hou van dik, maar dit kan zo veranderen, denk ik. En die heeft een anonieme vraag. Hoe bereiden bottoms zich voor als ze spontaan seks willen hebben? Bijvoorbeeld na het stappen of met een vriend als ze een impulsieve bui hebben en ze zijn niet thuis. Of is het gewoon op hoop van zegen? Hoop van zegen. Shit happens. Ja, je hebt mensen die als ze weten van ik ga stappen en ik sta er voor open, letterlijk en figuurlijk, om vanavond met iemand naar huis te gaan of zo. Dan zijn er mensen die zich heel uitgebreid spoelen van tevoren. Ik zelf, bedoel, je kunt wel een beetje voorbereiden natuurlijk. Maar ja, ik denk dan toch ook een beetje van, het is toch ook de natuur. En ja, hoort er een beetje bij dat het soms anders loopt dan je hoopt. Ja. En als je dan iemand bent die zegt van, ja, ik heb niet seks gehad zolang ik niet geneukt heb. Dan denk ik van, ja, dan moet je je fantasie misschien een beetje meer uit gaan breiden. Want dan zijn er nog wel heel veel andere leuke dingen die je kan doen met elkaar. Jongen van 18 vraagt, wat moet je doen als je bij je date thuis bent en toch geen seks wil hebben met diegene? Je kunt altijd van gedachten veranderen. Ja, en dan is volgens mij het enige wat je moet doen is zeggen, sorry, of niet eens sorry, maar ik heb me bedacht, ik wil geen seks met je hebben. Ja, en als het dan een goede gast is, dan respecteert hij dat. En dan is het misschien wel even zo van, oh jammer. En dan, maar uiteindelijk is het jouw lichaam, jouw regels. En als je het niet wil, dan wil je het niet. Ja. Dan zeg je gewoon nee. En jij moet dan ook wel nee zeggen. Oh, dat is heel leuk. Dit is even een soort van Gay Talk 101. Ja, dit is gewoon echt maar back to basic. Ja. Want we hebben natuurlijk de hele tijd hebben we het over super, ja, top en bottom. Ja. We zijn best wel diep in de materie gedoken eigenlijk. Ja. Maar nu vraagt een vrouw van 35. Top of bottom, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Ja, nou, het snelste antwoord is de top is degene die... Dit is het snelste. Ja, en de bottom. Ja. Ja. Ik denk wel dat de beste tops zelf ook wel eens hebben gebottomd. Oh, yeah. Oh, yeah. Want het is niet niks, zeg maar. Er kleven allemaal ideeën aan van tops zijn dan ook per se actief en bottoms zijn passief. Maar je kunt ook prima een actieve bottom zijn en zo. Dus er zijn heel veel speelse mogelijkheden daarin. Dus heel plat gezegd is de top degene die zijn lul in een bottom stopt. Ja. De vraag is, enige... Oh, er zit trouwens een jongen van 17. Ja, daarom. Ja, enige tips als je op mannen valt die een stuk ouder zijn, tussen haakjes 23 tot 30, dan jij? Ik val zelf op iets jonger. En jij? Ik val op alles. Oh, makkelijk. Ja, waarom vraag je dit, lieve schrijver? Want je bent dus 17 en je valt op mannen die dus variëren van 5 tot ruim 10 jaar ouder dan jij. Natuurlijk zijn zij waarschijnlijk op een aantal vlakken ervarener dan jij. Maar stel dat je voelt dat je alleen maar gezien wordt als een soort van seksobject. En je voelt van eigenlijk wil ik iets anders. Of val ik wel op wat oudere mannen. Ook omdat ze juist omdat ze wat meer ervaring hebben. En leuke dingen doen die jouw vrienden of jouw leeftijdsgenoten nog niet doen. Zeg maar, baard hebben. Ja, of een baard hebben bijvoorbeeld. Ja, dan... nu ben ik even de draad. Ja, sorry. Die baard. Ja, sorry. Je moet dan heel goed checken of zij jouw grenzen respecteren. Dus voel je vooral niet onder druk gezet om alles te doen wat zij voorstellen. Kijk, natuurlijk is het helemaal, er is helemaal niks mee mis om gewoon voor seks af te spreken. En dat gun ik iedereen en dat is heel leuk. Als je bedoelt van je wil ook meer met die mannen, dan moet je vaststellen dat ze toch ook wel echt in jou geïnteresseerd zijn. En niet gewoon alleen je leeftijd. Een jongen van 17. Ja. Dus ja, net als vriendschappen eigenlijk. Dus als je kunt ook oudere vrienden hebben, dus waarom zou je niet ook oudere sekscontacten of oudere relaties hebben? Nou, ben nog een tip. Sekstip? Ik was 16 toen ik Ron leerde kennen. Zag je mij als seksobject? Gewoon doen. Gewoon doen. Ja.
Vanaf welke leeftijd vinden jullie het normaal om via internet op zoek te gaan naar liefde? Liefde en seks maak ik er dan maar even van. Ja, dat is denk ik ook. Ja, toch? Ja, 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 maar het is niet hetzelfde. Nee. En ja, wat is normaal? Je moet gewoon rekening mee houden dat je, als je nog geen 18 bent, de leeftijd van 16 mag je natuurlijk seks hebben met mensen die ouder zijn dan 18. En als je jonger bent dan 16, dan is dat gewoon een harde grens. In de zin van, dan moet je echt je ervaringen soort van met leeftijdsgenoten hebben. Ja, en op Grindr mag je pas vanaf 18 officieel. Ja, officieel wel. En daar zitten soms wel eens mensen op die wat jonger zijn. Ja, maar als je dus op zoek bent naar leeftijdsgenoten, als je jonger dan 18 bent, dan is Grindr eigenlijk niet... Nee, dat zou dat, maar daarvoor zijn andere dingen in Nederland, ja. Toch? Dat jij het is. Ja. Nee, want ik weet dat jong en oud bestaat. Een platform online waar je... Oud met een T. Oud, yeah. Ja, precies. Als je echt substantieel jonger bent dan 18, dat je daar dus ook met een legitimatie en zo geverifieerd wordt, zeg maar. Dat er dus mensen zijn achter de schermen die dat heel vertrouwelijk behandelen, maar in ieder geval zien van deze persoon is echt en die heeft die leeftijd. Ja. Dan word je als het ware toegelaten en dan kun je gewoon doen als het ware wat je daar wil doen. Ja. Dus dat bestaat er voor, zeg maar, niet-hetero's die toch lotgenoten willen leren kennen, ook al zijn ze nog niet op Grindr-leeftijd. Kijk eens op de site van Expresso. Die, ja. En Express, dat zetten we ook in de beschrijving. Vraag van een homoman van 19. Jongen is dat eigenlijk als je 19 bent. Tips om minder zenuwachtig naar een seksdate toe te gaan. Ik ben altijd wel een beetje zenuwachtig. En ik denk dat iedereen het toch op een bepaald niveau wel een beetje spannend vindt. Ja, überhaupt dus, om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, natuurlijk. Ja, het is, ik vind het ook soms heel spannend om voor een orkest te gaan staan voor de eerste keer. Ja. Dat hoort er gewoon ook bij. Weet je? Dus dat staat... het antwoord is niet drink een liter vodka. Mijn tip is vooral accepteer dat dat erbij hoort. En naarmate je het vaker doet en ook in het dagelijks leven steeds vaker nieuwe mensen ontmoet. En snel leert reageren op wat iemand leuk vindt. En hoe ze zijn en hoe ze praten en zo. Ik bedoel, ik heb jou ook nog maar heel kort geleden ontmoet. Dus dat was ook even heel kort een beetje aftasten van ja, leuk. Weet je wel? Dus ja, dat is spannend. Maar dat, ja, als dingen niet spannend zouden zijn, waarom zou je ze dan doen? Ja. Dit is een vraag van een biseksuele man van 24. Maar volgens mij is het een meer algemene vraag eigenlijk. Want wat is de beste manier om een fysieke date, om in een fysieke date, dus een seksdate, de persoon af te wijzen zonder dat het al te ongemakkelijk wordt? Ja, als je, zelfs al ben je al bezig en je denkt van ja, ik kan... Ja, voelt niet goed. Het voelt niet goed of ik wil niet meer of... je hoeft niet eens een reden te hebben. Als je denkt van nee, dan heb je alle recht om nee te zeggen. En dan is het inderdaad... Ja, je kunt niet altijd het ongemak vermijden. Dat is misschien dat idee moet misschien even de wereld uithelpen. Ja, ja. Dat er een manier is om dat niet ongemakkelijk te laten zijn. Nee. Want iemand zit wel waarschijnlijk met een stijve lul en jij die dan daar niks meer mee... Weet je, dat is even lastig voor allebei de personen. Maar dat hoort er dan ook bij. Ja, het is nog veel ongemakkelijker als je tegen je zin doorgaat. En ja, dan dat willen we je echt afraden om... je kunt... dat is niet een fijn gevoel wat je dan eraan overhoudt als je over je grenzen gaat. Nee. Oké, dat waren alle vragen. Tenminste, voor zover we ze konden beantwoorden, waren er echt heel veel. Ja. Leuk dat je er was. En, ja, en heel leuk. Ik heb ook heel veel van je geleerd. Dus je weet echt veel. Dat is echt fijn. Echt leuk om te horen, ja. Moeten mensen jou nog ergens volgen? Ja, ik ben op Twitter, dus gewoon onder mijn eigen naam en de handle staat in de beschrijving. Als je kijkt en je denkt ik heb nog tips of dingen die niet genoemd zijn, laat ze vooral achter in de reactie. En abonneer voor de volgende Gay Talk. Of als je ideeën hebt voor een gast, ook van harte welkom. Doei! Doei! Hoe? Her. Hè? Her heet het. Oh. Her.